Welkom terug bij de volgende tutorial van de Microbit. In deze tutorial gaan we met licht werken. Daarvoor creëren we natuurlijk weer eerst een nieuw project. Die heet Technologie Microbit B10. En dan je naam en je klas, zoals je iedere keer gedaan hebt. En ook je bestanden hebt opgeslagen. En dan gaan we naar Create. En dan zal het Microbit beginscherm verschijnen. Ik heb de Microbit al weggehaald, zodat ik wat meer ruimte heb. Want ook hier gaan we weer met de. McQueen werken en als eerste zoals bij de vorige keren de McQueen weer installeren naar het tandwieltje, dan naar uitbreiden en bij uitbreiden McQueen de eerste en hij staat er weer. Maar nu gaan we nog ergens mee werken. Namelijk die kleuren die komen uit een ander programmaatje. Weer naar het tandwieltje, weer naar uitbreidingen en dan gaan we deze gebruiken. We hoeven hem niet te zoeken want hij staat al op het scherm. Hij wordt namelijk heel veel gebruikt. Als we deze aan Klikken, dan zien we dat de NeoPixel hier ook is komen te staan. Als ik die open, dan zie je een aantal zaken hier staan waar we uit kunnen kiezen, die allemaal strip in het rijtje hebben staan. Die strip is iets wat niet aan onze microbit zit, maar die zij ook verkopen en dat is dus hun standaard beginpunt. Wat je verder nog op moet vallen is dat hier meer is komen te staan en meer betekent dat je, als je hierop drukt, dat je hier ook nog een Aantal mogelijkheden hebt. Dat is goed om eventjes in de gaten te houden. Dat is bij meer onderdelen zo dat het woordje meer er komt te staan. Soms denk je van ik kan het helemaal niet vinden en dan zie je dat woord meer over het hoofd. Tenminste, dat doe ik wel. Dus misschien jullie ook. Ik klik er even buiten zodat we weer terug zijn in het scherm. We gaan in deze tutorial met licht werken. En licht bestaat uit een aantal kleuren. En wij gaan dadelijk werken met RGB-kleuren. Rood, groen en blauw. Dat zijn de lichtkleuren. Lampen werken op rood, groen en blauw. En die kun je op bepaalde manieren aanzetten en uitzetten. Als alles uitstaat, dan is het zwart. Dan zie je niks, dan is het donker. Als alles aanstaat, dan een rode, een groene en een blauwe lamp. Dan heb je wit licht. Dat, al die kleuren samen vormen een wit licht. Nou kunnen we die kleuren in onze ledjes, die op de McQueen zitten, aan de onderkant. Die kunnen we opdelen in tweehonderd. 256 sterktes. Dat varieert tussen de 0 en de 255. Bij 255 staat hij helemaal aan en bij 0 staat hij helemaal uit. En nou kun je combinaties maken waarbij je zowel rood, groen als blauw een getal geeft en die verschillende getallen geven verschillende lichtsoorten en dus verschillende kleuren. Als je rood op 255 zet en de rest op 0 dan heb je gewoon fel rood. Zet je bij de eerste, en dat is dus rood, 0 bij de tweede en dat is groen 255 en bij de derde weer een nul de blauwe dan heb je dus groen. Nou, die variaties kun je allemaal maken. Dit gebruik je ook bij andere opdrachten. Je gebruikt dit bij Photoshop, Illustrator, bij programmeren als je een kleur wil neerzetten. Je hebt dat misschien meegewerkt bij de Adobe Color opdracht. Dan zie je dat die verschillende kleuren RGB kleuren gebruikt worden. Er is ook nog een andere soort kleurenindeling waar de drukkerij werkt en die kleuren die zijn net anders en daarom is het handig als je iets afgedrukt wil hebben om niet met de kleuren te werken die in deze vorm er zitten, de RGB kleuren, maar in de CMYK kleuren. Dat zijn namelijk de kleuren die ze in een drukkerij gebruiken en die zien er weer net anders uit. Dus als je in RGB iets maakt en je ziet het op het scherm en je laat het afdrukken dan zal het misschien er net anders uitzien dan op het scherm. Maar hier werken we met RGB kleuren. Wat gaan wij doen? Wij gaan nu... Ons robotje rond laten rijden en we gaan ervoor zorgen dat hij steeds andere kleuren aangeeft. Waarbij het leuk zou zijn als de kleurenverandering van rood naar groen de robot een bepaalde richting inrijdt en als die van groen naar blauw gaat dat die een bepaalde richting rijdt en als die van blauw weer naar rood gaat een bepaalde richting inrijdt. Nou dit is een wat lange inleiding over kleuren en dergelijke. Nu gaan we echt beginnen. Als eerste moeten we bij het opstarten iets gaan doen. Hij rijdt niet zonder dat je aangeeft, ik wil iets, wat moet hij doen? Nou, en dan moeten we beginnen met een variabele. En die variabelen, die zijn nog leeg. Nou is het altijd handig om van tevoren te bedenken, wat voor variabelen ga ik hebben, als je daar inzichten in hebt. Dat dan kun je ze in één keer maken. Dus we gaan eerst even variabelen maken. Welke variabelen gaan wij gebruiken? Nou, eerst de neopixel. Deze variabele gaat over het programma, dat hij het programma moet laten werken. Is dus een handige. We maken er nog een. Wij moeten natuurlijk rood, groen en blauw hebben. Rood. Oké, okay. variabele. Groen. Oké, okay. maken nieuwe variabele. En blauw. Oké. Okay. Wat moeten we nou bij opstarten er neerzetten? We gaan naar de neopixel, pakken de bovenste. Stel de strip. Nou, de strip hebben we niet, dus dat heeft geen zin. De Neopixel in op Neopixel. Dan vraagt hij om een pin. Ja, hoe moeten wij nou weten welke pin we moeten hebben. Nou, dat kunnen we zien aan de onderkant van onze McQueen. Als je daar naar de onderkant kijkt, dan zie je daar vier witte blokjes met een ledje erin. En die heten RGB 0, RGB 1, RGB 2 en RGB 3. Dus je kunt zelf ook nog instellen welke RGB je gebruikt. Wij gebruiken ze alle vier. En bij RGB 0. Staat P15. De P0 moet dus. P... Hé, hey, er staan er maar 10. Nee, maar daar kun je ietsjes naar beneden zetten. P15. We hebben vier lichtjes. Die 24, dat is nog van de string. En die zitten allemaal op RGB. Dan pakken we de hele tijd. Wat moet hij nou de hele tijd gaan doen? De variabelen. We willen dat hij gaat beginnen met een kleur. Als je de regenboog bekijkt, dan gaat de regenboog eigenlijk van rood via groen naar blauw paarsig. En dan komt hij eigenlijk weer bij het rood uit. Nou, die volgorde gaan wij hier ook aanhouden. Dus eigenlijk de volgorde van de RGB kleuren. R was rood. Nou, stel rood. In op 255. Dat is zo rood mogelijk. Als wij dan groen op 0 zetten en blauw ook op 0 zetten, dan geeft hij een rode kleur. Maar we willen dat natuurlijk wel laten veranderen. Dus wij moeten hem laten doen. En wat we laten doen, dat moet in een lus zitten. Klik erop, doe. Hij moet iets doen. Doe vier keer. Nee, zo'n ledje die heeft 256 verschillende kleuren voordat hij op 0 is. Dus als ik 256. 155 keer eentje van rood afhaal, dan gaat die langzaam uit. Dus ik ga naar de variabele verander rood met min 1. En ik wil dat die steeds groener wordt. Dus variabele verander groen met 1. Dus tegelijkertijd gaat rood steeds eentje af. En wordt die groen, gaat er steeds eentje bij. Dus hij wordt steeds groener. Dan moeten we dat wel laten zien. En dan moet die de kleur showen. Laten zien. En dat doet de NeoPixel. Je ziet hier een uitroeptekentje van de strip. Maar de strip staat hier niet aangegeven. Dus geeft hij hier aan dat dat fout is als je je strip hebt. NeoPixel kent hij wel. Staat er geen uitroepteken. Laat de kleur rood zien. Ja, maar ik wil niet alleen rood zien. Ik wil dat hij meer laat zien. Gaan we naar de NeoPixel. Ik wil iets met alle drie de kleuren. Nou, dat kun je hier niet vinden. Maar die staat bij meer. Hier staan ze: rood, groen en blauw. Zo. Rood, groen en blauw. Nu staat alles aan. Dan krijg ik dus eigenlijk. Wit licht, dat wil ik ook niet. Wat wil ik? Nou, ik wil dat dat hetzelfde is als hier. We moeten naar variabelen, daar zit een geheugen in. Dus we gaan weer naar de variabelen. Rood, die moet op rood staan. Groen, die moet op groen staan. En blauw moet op blauw staan. Dit lijkt heel raar, maar dat komt omdat die variabele onthoudt waar die op staat. En in dit geval is blauw 0, groen 0 en rood 255. Totdat het hier veranderd wordt. En dan verandert dit gelijk mee. Dat wil willen hem niet de hele tijd, dus ik ga pauzeren, zet ik hieronder en die zet ik even op 20. Als dit het geval is, wil ik mijn McQueen laten rijden. Motor left, ik maak er nog een motor bij. Motor right, linksom, rechtsom, deze 50 vooruit gaat en deze ook 50, maar dan achterwaarts. Hij draait dus eigenlijk rond. Alleen dat moet hij doen op het moment dat ik dit heb. Dus eigenlijk moet ik deze twee niet daar neerzetten. Maar daar neerzetten. Dit stuk met de rechter kun je dupliceren en daar onder zetten. Als je dat doet, kun je rood en groen veranderen in groen en blauw. Je kunt de motoren bijvoorbeeld de andere kant op laten gaan. Dus dat left backwards gaat en right forward. En dan tolt hij de andere kant op of je maakt er iets anders van. Dat is een keuze die hij zelf maakt. En dat doe je nog een keer. Dit weer dupliceren. Want hij moet natuurlijk ook aan het eind van blauw weer terug naar rood. En ook hier maak je dan weer een andere variatie. Zodat je duidelijk kunt zien dat hij wat anders doet. Heb je dit allemaal aangepast? Dan probeer je hem weer uit. Kijk wat hij doet. Maak er een filmpje van. Sla het programma op. Maak een PNG. En zorg dat alles bij je docent komt. Succes met deze uitdaging.